Hallo allemaal, hartelijk welkom bij het volgende deel van onze training Lightburn voor beginners. En dit gaat het laatste deel zijn, oftewel deel 14. Gaan we ook niet vragen om een gevorderde serie te maken voor Lightburn voorlopig, want ik vind mezelf geen gevorderde en dat betekent dat het heel lastig is voor mij om uitleg te geven over iets wat gevorderder zou moeten zijn. Ik zeg niet dat ik geen Lightburn video's meer doe, maar dat zullen dan hele specifieke onderwerpen zijn waaruit best nog wel zaken te leren zullen zijn, ook voor mij. Maar ik leer ook heel veel van het kijken van YouTube video's van anderen en vandaar dat ik er geen specifieke training voor gevorderden van ga maken. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag praktisch gebruik maken van Lightburn. En wat ik ga doen is, we gaan het niet echt lezen. Dat is eigenlijk dat is niet nodig. Maar ik ga je wel laten zien hoe wij een jigsaw puzzel kunnen maken in Lightburn. Die jigsaw puzzel, dat laat ik ook gelijk alvast even zien. Ik weet niet of dat zichtbaar is, maar hij is op twee lagen hout gemaakt. En dat heeft te maken met een paar dingen. Het eerste met het feit dat de puzzelstukjes relatief los zijn als ze eruit zijn. En ze zeg maar in elkaar zetten terwijl die gewoon op een tafel zonder ondergrond is vrij lastig. Dat zal vrij lastig zijn om die puzzel op die manier bij elkaar te houden. Dan moet ik wel zeggen dat hoe minder stukjes je hebt, hoe makkelijker dat wordt. Maar wat ik gedaan heb op de onderste plaat is zeg maar dezelfde afbeelding gemaakt als op de bovenste plaat. En op de bovenste plaat zit dan de puzzel met een kader eromheen. Zodat er als het ware een kuil ontstaat waarin je die puzzel gaat leggen. En dan kunt leggen over de originele tekening heen. En dat is met name voor kinderen natuurlijk erg gemakkelijk. Dat proces van hoe dat in zijn werk gaat. Van hoe gaan we die puzzel maken. Hoe komen we aan de onderdelen. Hoe krijgen we puzzelstukjes. Hoe zetten we dat op in Lightburn. Dat ga ik je vandaag laten zien. En ik hoop dat je dat leuk gaat vinden. Voordat ik daarmee begin, wil ik in elk geval zeggen dat ik het erg leuk vind om deze serie te mogen doen. Het is ook behoorlijk goed voor mijn YouTube-kanaal, heb ik gemerkt. Het heeft wel wat nieuwe volgers opgeleverd. Waar ik natuurlijk blij om ben, al zal ik daar nooit, maar dan ook never nooit zelf om vragen. Ik heb een bloedhekel aan video's waarin men begint met een sponsor. Dan heb je eerst 4 minuten sponsoring. Dan krijg je vervolgens het gouden hoer over liken en subscriben. Ik vind niks. Ja, dus, en ik ben meer van de type van wat u wilt dat niet u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Vandaar dat wij vandaag wederom naar een video in de training Lightburn gaan kijken. Simpel, op mijn manier. En ik hoop dat u het leuk vindt. Daar. Zo, voordat we kunnen beginnen in Lightburn zelf hebben we een paar dingen nodig. En dat is wat we eerst gaan doen. Pas een beetje op met copyrights. Dat is een waarschuwing die ik vooraf geef. Maar we gaan iets opzoeken wat we als afbeelding kunnen laten dienen. En ik heb mij voorgenomen, ik ga vandaag iets van Lucky Luke doen. Wie kent het niet? De cowboy met zijn sigaret op zijn lip. Met zijn knol. Weet het paard ook alweer? Ik heb geen idee meer. Maakt ook niet uit. Wat ik ga doen, ik tik in Google in clipart. Dan doe ik Lucky Luke. En dan ga ik hierboven naar afbeeldingen. En dan krijg ik hier allerlei afbeeldingen van Lucky Luke. Nou is het van belang dat wij een afbeelding hebben waar om te beginnen niets op de achtergrond staat. Ik bedoel, je hebt wel eens van die afbeeldingen, er staat dan hier een soort van reclame doorheen, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk niet wat we willen. Ik ga hier denk ik die pin op DuckTales. Het is Pinterest. Ik weet niet of dat lukt in dit geval. Ja, want ik kan die afbeelding die hier nu staat, die kan ik dan doen. Waarom pak ik nou zo'n grote afbeelding? Kijk, als je een puzzel hebt waarbij de helft van die puzzel bestaat uit wit, dan is die nog heel moeilijk te maken. Dus het is wel van belang dat de puzzel voor een groot deel ook gevuld is met iets. Je zou hier ook nog teksten bij kunnen gaan zetten en dat soort dingen meer. Nou, ik kies even voor deze afbeelding. Wat ik doe rechts klikken daarop. Ik ga erop staan met de muis. Ik klik rechts. En ik zeg afbeelding opslaan als. Nogmaals, let op. Copyright. Ja, dat wil dus zeggen dat
je dat wel voor jezelf mag gebruiken, maar je mag het niet verkopen of dergelijke. Als je het wil verkopen, dan moet je wel even iets anders daarmee gaan doen. En dan moet je zien dat je een afbeelding hebt die wel van copy voor jou gebruikt mag worden. Die zijn er zat hoor. Alleen ik kies in dit geval voor Lucky Luke. Dus meer dan wat anders. Ik ga hem opslaan. Ik heb daar een speciale map voor. De map, nieuwe map. Daar sla ik hem even in op. Het is een JPEG. Mag ook een PNG zijn. Verder geen probleem. En hij is opgeslagen. Daarmee kan ik deze pagina sluiten. Kom ik gelijk op de volgende website terecht die ik nodig ga hebben. Er zijn er meer, dat zeg ik gelijk. Er zijn meer websites waar dit kan, maar dit is er eentje waar het heel mooi en makkelijk kan. Dat is image-r.com. Ik zal even, kan je zien hoe de website heet. www.image-r.com. Dit is de gratis versie, dus je krijgt reclame te zien, maar maak je niet druk. Wat wij gaan doen, wij gaan naar Puzzel. Ja. En dan gaan wij, je krijgt gelijk reclame te zien, die drukken we lekker weg, die hebben we niet nodig. Klaar, wegwezen met die reclame. Hij weg, ja, hij is weg. Als ik nu naar beneden ga, dan krijg ik hier de vraag om een aantal dingen in te stellen. Nou, allereerst de size van de bolletjes, zeg maar, die de puzzel aan elkaar verbinden. Als ik nou helemaal naar weg schuif, zie je dat, dan wordt dit een stukje groter van. Ik vind het eigenlijk wel prima, zo ziet het er mooi uit. Nee. De hoek, dat wil zeggen of deze recht omhoog staan, tot ze ook nog de gekste hoeken krijgen. Ook even laten zien wat er gebeurt. Oh, hele rare hoeken, zie je dat? Nou, dat ga ik even terugbrengen. Want dat is misschien meer voor wat gevorderde werk, denk ik. Even meer terug naar ongeveer hier. Ja? De corner radius, dat is dus de draaiing hier in die hoek, zeg maar, bij die hoekstukjes. Dat is waar je voor kiest. Bij een echte puzzel zal dat 0 zijn zelfs. Ik maak er even 1 van. En dan, als je goed gezien hebt, dan heb je gezien dat dat hoekje wat minder afgerond is nu als dat hij dat was. Dan komen we aan de rechterkant. Heel belangrijk, ik ga even helemaal rechts beginnen. Dat is namelijk de maat. En de puzzel die wij gaan maken is 150 bij 150 mm, oftewel 15 bij 15 centimeter. Reden daarvoor is dat ik normaal gesproken plaatjes hout gebruik van 20 cm bij 20 cm, dus 200 bij 200. Maar ik wil die rand eromheen laseren. Dus met andere woorden, ik heb nog wat meer dingen die ik daaraan moet doen. Dus de puzzel zelf wordt 150 bij 150. Hij is nu ook een beetje raar van vorm. En dat komt omdat je 5 stukjes in de breedte hebt. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En 8 naar beneden. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan 5 bij 5 doen. Zo. En als we nu naar beneden scrollen, dan zien we dat we een puzzel hebben met 25 stukjes. Nou, je kunt dit dus net zoveel maken als dat jij dat wilt. Ja? Helemaal onderaan staat heel belangrijk, download de SVG, het SVG-bestand. En dat gaan we downloaden. En dat zetten we in diezelfde map als dat we zojuist Lucky Luke geplaatst hebben. En dan zijn wij klaar om te beginnen. Hij heet overigens jigsaw.svg. Nou, dat maakt verder niet uit. We doen opslaan. En dat was eigenlijk wat we nodig hebben vanaf het internet. En nu kunnen we naar Lightburn. Daar is Lightburn. Zo. Nou, waar we mee beginnen is dit. En wat je gaat zien, dat zijn eigenlijk de technieken die je in die training allemaal een beetje voorbij hebt zien komen. Hè. Ik ga beginnen met een rechthoek te trekken. De rechthoek van de maat van mijn plaatje hout. Nou, trek even iets van een rechthoek. Het is niet helemaal goed, het staat ook niet op de goede plek. Als we linksboven zien, dan zien we dat het slotje open is en hij is 202 bij 188,5. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan hem 200 bij 200 maken. Want dat was de maat van mijn hout. Of dat nu de eerste plaat is of de tweede plaat. De onderste of de bovenste, maakt niet uit. Het hout is dezelfde maat. Daarnaast ga ik hem selecteren. Want hij staat ook nog niet in het midden. En dat kunnen we zien bij positie op X en positie op Y. Want ik heb al vaker gezegd, mijn ortoer die heeft een X-as van 400 mm. Dus de helft is 200. En de Y-as die heeft 430 mm. En dus is de helft 215. Dus hij moet op 200, 215 komen te staan in mijn geval. Dus het is handig om te weten wat de maten van jouw werkbed zijn. Zie daar, nu staat hij keurig in het midden. Ik ga hem ook op slot zetten, zodat hij niet meer aangepast kan worden. Het enige wat ik ga doen, hij staat namelijk nu op de zwarte laag. Dat kun je hier zien, dat is die lijnlaag, die laag 00. En dat is degene die dus linksonder in zit. Ik ga hem op een van de T-lagen doen, de tool 1. Want hij wordt straks niet gelezen. Dit is simpelweg de maat van mijn hout. Mooi.
ook voor elkaar. Ik ga nog een toolpad maken. En dat wordt een toolpad van 15 bij 15 centimeter, ofwel 150 bij 150. Dus ik pak nog zo'n vierkantje die ik teken. Ook die zal weer niet kloppen, dus ik selecteer hem weer even. En dan zien we linksboven dat die 121, 116,5 is. Nou, dat gaan we niet doen. Het slotje openmaken, want de verhouding klopt nu niet. En dan 150 bij 150. En dat wordt namelijk straks de maat van de puzzel. En wat ik gelijk even doe, ik pak hem op. Ik sleep hem er even uit en ik sleep hem terug erin. En als het goed is, moet hij dan inlokken in het centrum. En dat is nu gebeurd. En ook van deze maak ik een toolpad, maar laat ik maar even die blauwe ervan maken. Het maakt verder niet uit of het T1 was geweest hoor. T1 was goed, T2 was goed. Oké, prima. Dit is dus de puzzel. Strakjes. En dit is de buitenrand. En die buitenrand, die wil ik straks uitgesneden hebben. Dus ik wil niet een stuk hout hebben wat zeg maar scheef is op deze lijn en scheef op die lijn. Dus ik wil dat keurig uitgelezerd hebben. Dus wat ga ik nu doen? En dit geldt nog steeds voor beide platen wat ik nu doe. Want er zitten nu nog geen factoren in die voor plaat 1 anders zijn dan voor plaat 2. Ik ga een nieuw vierkant maken. Die binnenin die grote vierkant hoort. Maar dit wordt er wel eentje die we gaan snijden. Want die T-lagen die worden niet gesneden. En ook niet gegraveerd. Dus ik pak weer een vierkantje. Nou, die gaan we een beetje aan de binnenkant van dat ding doen. Zo, ik weet niet of die... Nou, dat is niet helemaal goed, hè, want we zien 187,5 bij 187,5. Ik ga hem overigens maken 190. Dus 19 centimeter. Zo. En ik ga hem op slot doen, ook wel aardig. En dan doe ik hetzelfde als ik net gedaan heb. Ik pak hem even op. En ik sleep hem weer terug dat hij in het midden gecentreerd wordt. Zo, hoppakee. Maar wat ik niet mooi vind... nou, het eerste is, hij staat nu op een T-laag. Dat is al sowieso niet handig. Hij krijgt dus zijn eigen laag, hij gaat op zwart. En in dit geval gaat zwart een snijlaag zijn. Hij gaat hem uitsnijden. Ja? Want we zullen zien dat we nog meer snijlagen krijgen. En die kunnen dus straks allemaal op de zwarte layer worden geplaatst. Tenzij we willen dat die uitgeschakeld kan worden. Nou, dat zal ik straks laten zien wat ik daarmee bedoel. Ik vind echter zo'n puzzel... niet mooi als de hoeken dan recht zijn. Dan wil ik hem eigenlijk ook afgerond hebben. Dus ik pak hieronder de radiusknop. Laat ik dat op 10 staan. Even kijken of ik dat op 10 laat staan. Ik klik in elk geval op de hoek. Ja, die vinden we wel mooi. Dus ik klik op alle hoeken. En daarmee wordt die afgerond. Zo. Nou, wat we hier nu gedaan hebben... is dat we zeg maar weliswaar die oranje... vierkant die we gemaakt hebben. Dat is zeg maar dus eigenlijk het plaatje hout. En dat is ook als we straks op kader drukken wat hij dus kadreert. Dus hij trekt het vierkantje van dat plaatje hout. Daar net binnen is een soort kader ontslaat met ronde hoekjes. En die is ervoor om uitgesneden te worden. Zodat die puzzel die, dat die niet vierkant is, maar aan de zijkanten rondjes rond heeft. Zeg maar half rond is. Nee, niet half rond, een kwart rond liggen. Nou. Daarnaast hebben we een toolpad in het midden gemaakt. En dat is 15 bij 15. Want ook dat toolpad is van belang. En dat wordt straks ook een snijlijn. Want als we de puzzel gaan maken. Dan wordt daar de puzzel uitgesneden. Maar in dit geval dus nog niet. We laten dat lekker als een toolpad staan. Oké. Dat is deze. Dat is die lijn. Ik kan wel gelijk zeggen. Die snijlijn die gaat als waardes meekrijgen. Dus elke snijlijn die we maken. Tenminste in mijn geval, want ik heb 3 mm timmerhout, gebruik ik daarbij 300 mm per minuut bij een maximaal vermogen van 75% en 4 keer eroverheen op constante power mode, want hij brandt in feite dat vierkantje en daar blijft hij overheen gaan, dus hij hoeft niet uit of aan. Dus die 300 bij 75 die erin staat, die is goed. Oké, dan gaan wij... En we zitten eigenlijk gewoon, denk nog steeds even aan die twee lagen. De onderste laag en de bovenste laag. We zitten eigenlijk nog steeds in die onderste laag. We gaan Lucky Luke erin brengen. Ook wel aardig. Dus we gaan bij importeren. Dat is dat vierde knopje van links. Naast het diskettetje. Die met dat pijltje van rechts naar binnen. Dat is importeren. En dan gaan wij die map erbij zoeken. Waar Lucky Luke in stond. Hier is die. Lucky Luke. Ah. Kijk, Lucky Luke is nog niet groot genoeg.
Lucky Luke sowieso nog niet goed. Dat kan ik nu alvast zeggen. Maar wat wij gaan doen, wij gaan Lucky Luke 15 bij 15 maken. Hij is nu geselecteerd. En als we linksboven in de hoek kijken, dan zien we dat hij niet helemaal klopt qua verhouding ook. 105, 8, 7, 5, 7 bij 118, 9, 13. Dus we doen het slotje openmaken. En we maken een 150 bij 150. Dat is een beetje gevaarlijk en ietsjes uit zijn gareel getrokken, maar het valt wel mee. Slotje er weer op. Nu heeft hij dus de juiste formaten. Straks wordt de puzzel. We zien echter dat om de afbeelding heen er geen lijn zit. Ja, er zit een lijn, maar dat is die toolpad. Dat is deze hier, die toolpadlijn hier. Ja, je ziet hem eronder knipperen als het ware. Wat we nu gaan doen, we gaan van die toolpadlijn. Maar dit moet geen snijlijn zijn. Gaan we een lijn maken die getekend gaat worden. En dus we halen die toolpadlijn. Nou, die laat ik even staan. Ik ga zeg maar een nieuwe lijn maken die daar eigenlijk overheen gaat vallen. Die deze afbeelding gaat kadreren. Nu moet ik heel even. Ik ga heel, ja, je ziet alleen de blauwe. Je ziet zeg maar niet de rand eromheen. Je mag het ook weglaten hoor, dat is op zich nog niet eens zo erg. Maar ik ga dat toch even doen. Ik ga een vierkantje maken. Trek hem als het ware over die blauwe heen. Of die precies hetzelfde gaat zijn, dat zullen we zo wel zien. Zo. En inderdaad, hij is 150 bij 150. Daarboven zie je hem staan. Ik zet hem op de blauwe lijn. Want hij hoeft alleen maar gegraveerd te worden. Ja. Ik was nog niet klaar met Lucky Luke hoor, daar kom ik zo op terug. Maar eerst even die blauwe lijn. Ik ga nu naar mijn bibliotheek met mijn middelen. Die zat hieronder aan de rechterkant. En ik ga kijken bij mijn timmerhout, 3 mm. Even kijken. En daar heb ik een aantal zaken onder staan, zoals onder andere een grave lijn. En ik wil even weten wat ik voor een settings gebruik bij dat lijngraveren. Ik heb een grave lijn. Ik zeg bewerk sneden, want dan krijg ik te zien wat die heeft. En dan zien we 2000 bij 60 en maar één keer eroverheen, geen constante power. Oké, nou dat gaan we doen. Dus we gaan deze hier dubbelklikken. We maken om te beginnen daar een lijn van, niet vullen, want dan gaat het fout. Lijn, 2000 bij 60. En niet constante power, slechts één keer eroverheen. Alright, die is ook klaar. Ja. Nu gaan we terug even naar Lucky Luke. De afbeelding van Lucky Luke. Even het pijltje pakken. Zo, Lucky Luke. Als we Lucky Luke op dit moment zouden gaan laseren, dan krijgen we een beetje een raar gebeuren naar mijn gevoel. Ik moet heel even kijken, dat kunnen we zien in de preview. Nou, het valt nog mee. Ik zet even de laatste verplaatsing, zie dat ik even uit. Ja, valt nog mee, maar ja, toch ben ik niet helemaal happy ermee. Dus wat ga ik doen? Ik ga rechtsklikken op die afbeelding en ik zeg van laten we maar die afbeelding adjusten. Dan zien we links het origineel, rechts datgene wat het nu is met deze settings. Dus ik ga even de gamma verhogen. Niet te ver. 1350 is een mooie waarde. De brightness verhogen, even kijken. Ziet er ook wel aardig uit. Contrast misschien ook nog verhogen of verlagen. Even kijken. Even heel extreem. Hè? Dan zien we iets wat van een soort van kleur ontstaan. Hier op die schoenen van Lucky Luke. En we gaan ook nog even kijken of misschien die schuifbalk van Enhanced Mount en Enhanced Radius wat doet. Even kijken of dat wat verandert. Ja, kijk, hier verandert wel iets. Maar we moeten wel een beetje oppassen met die kleurstellingen enzovoorts. Nou, ik vind het zo wel mooi. We hebben duidelijk een verschil tussen dit zwart en dit zwart, zeg maar. En dat gaan wij... gaan we dat doen? Ik zit er even over na te denken. Ik ga hem doen, maar ik ga de waarde van drempelwaarde veranderen naar krantenpapier. Dan is het dus net te veel, zie je dat?
Even kijken wat dat uitmaakt. En we zoeken naar een afbeelding die een beetje dat geeft wat we eigenlijk willen. Kijk, zo is beter. En dan zien we ook wat meer kleurschakering hierin. Ja, het is niet echt kleur, maar de brandhoeveelheid wordt anders. Goed, je snapt, daar kun je mee spelen wat je wilt. Ja? Ik doe... Nee, zie je, dat is toch... Ja, ik ga het oké geven nu. Ik zeg, oké, dit is je afbeelding. En die laat ik nu staan. Rechts staat die afbeelding op zwart. Dat doe ik niet. Ik ga hem dus op de rode kleur zetten. Zo. En dan ga ik weer kijken in mijn houtlibrary van wat mijn foto op hout aan instelling geeft. En nou, daar kiezen ze dan voor Jarvis 1000 bij 30. Moet ik even kijken. 1000 bij 30 doet hij hier ook. Dan zet hij op Atkinson. Dan moet hij op Jarvis zetten. Even kijken bij de preview wat dat uitmaakt. Ja, dit lijkt heel wild hoor, wat je hier ziet. Maar dit komt gewoon omdat we niet ingezoomd zijn. Als we gaan inzoomen, dan zie je duidelijk detail. Zie je dat? Oké. Goed zo. Dus inmiddels heb ik al 5 lijnen hier staan. Ben er nog niet. Want ook de puzzel zit er nog niet in. Dus we gaan de puzzel erin. Dus je zult zeggen van ja, maar nou zit je toch op de bovenlaag? Ja, dat klopt. Maar daar kom ik zo even op terug. Nu ga ik de puzzel invoeren. Dus ik ga weer importeren. En nu pak ik de puzzel, de jigsaw. Daar komt hij en hij zet hem ook direct in het midden. Dat is hartstikke mooi. Ik geef hem alleen wel een nieuw kleurtje mee. Hij wordt groen. En omdat de puzzel gesneden moet worden, krijgt hij de waardes van de zwarte lijn. En toch geef ik hem een andere lijn. Dat zullen we zo meteen zien waarom. Ik geef hem een andere lijn. 300 bij 75, dat waren de waardes. Dat kan ik zo zeggen. Die kan je ook weer terugvinden hier in die bibliotheek. En hij moet op lijnmode staan. En dan 4 keer eroverheen. En constante power. Zo. Hoppakee. En dat ga ik zeven. Ook mooi. Prima. Ik ben er nog niet. Ik ben er bijna. Maar nog niet helemaal. Ik wil namelijk dat er boven staat Lucky Luke. Ja. Dus ik pak. Ik ga even inzoomen. Dat is misschien makkelijk. Dan krijgen we meer te zien. Zo. Ik pak de letter A. Ik klik midden boven. En ik vul daarin Lucky Luke. Zo. Vervolgens zet ik hem op een nieuwe kleur. Dat wordt geel in dit geval. Ja. En wat ik ga doen. Ik ga hem natuurlijk naar de juiste plek verslepen. Zodat hij ook keurig gelezen wordt. Nou, even kijken of ik hem ook nog een beetje kan centreren. Daartoe selecteer ik de ronde lijn en de letters. En dan doe ik dat. Dan moet ik even kijken. Volgens mij is dat verticaal in het midden uitlijnen. En dat is die inmiddels. Dus hij staat, als het goed is, verticaal op het midden al uitgelijnd. Hij staat al goed. Ja? Maar ik ben nog niet tevreden met lettertype. Lettertype wil ik ook veranderen. Dus ik ga er een ander lettertype van maken. En ja, je moet het eronder een beetje, maar dit is wel een aardige voor Lucky Luke, Algarian. We kunnen ook naar, eens even kijken, wat zullen we er gaan doen? Het is ook wel voor haar, voor Black. Lucky Luke. Dus de groene lijn is Lucky Luke. Kijken we even naar het venstertje, van wat die, Kijk, hij zegt er zijn vormen ingesteld op te vullen, maar die zijn niet afgesloten. Ja, dat klopt. Denk ik. Moet ik heel even kijken of dat klopt. Nou, de puzzel is wel afgesloten. Dat is de enige vullijn, dus het is een beetje flauwkul dat die niet afgesloten zou zijn. Huh? Dus dat is een risico, dat nemen we gewoon. We gaan dat op die manier maken. Oké.
We hebben hier eigenlijk de hele afbeelding die we moeten hebben. En het klinkt misschien gek, maar we hebben hier zelfs allebei de plaatjes. Alleen de vraag is nu, wat gaan we laseren? Nou, om te beginnen gaan we de volgorde die we hier rechtsboven gebruiken, die gaan we aanpassen. Alles wat uitgesneden moet worden, en dat is dus de zwarte en de... Oh, wacht, ik snap het. Dit is geen vul, dit is een lijn. Mijn excuus. De gele, dat is zeg maar de puzzel, dat moet natuurlijk gesneden worden. Dus het staat ook niet helemaal goed hier. Daar hebben we niet naar gekeken, hè. Want die moet ook met 300 bij 75. We hebben het verkeerd omgedaan. Die gele is 300 bij 75. Zo. En dan vier keer, want die puzzel moet uitgesneden worden natuurlijk. Die moet op constant power staan, zo is het. En de... groene, die niet, want dat is een lettering. En daar kunnen we van zeggen, daar gaan we vullen voor gebruiken. Zo meteen, dat gaan we zo meteen laten zien. En die zit op 1500 bij 60. En dan één keer er langs op, zeg maar. Dus dat is deze hier. Die gaat naar vullen. 1500 bij 60. Geen constante power. Hoeft dus niet hierbij. En ook maar één keer, geen vier keer. Wat ik wel altijd vind is dat hij van links naar rechts lasert. Dus vandaar dat ik die, dat hij dit gaat doen straks. En als ik nu naar het voorbeeld zou kijken, zou dat beter moeten zijn. Alleen de volgorde klopt nog niet, kom ik zo op. Nou, je ziet, afbeelding, puzzelstukjes, tekst staat er. Hartstikke mooi. Maar de volgorde klopt niet. We gaan altijd snijden als laatste. Dus de lijnen, hè, dat zijn namelijk degenen die gesneden worden. Dat is al die lijnen. Die gaan als laatste de zaak in. Dus we beginnen straks met, even kijken, de afbeelding denk ik, hè? Lucky Luke zelf. Die gaat naar boven, dat wordt de eerste. Zo, dus dat is Lucky Luke zelf. De tweede, ik ga hem naar boven zetten, maar hij wordt niet altijd gebruikt. Want op de onderste hoeft niet die naam Lucky Luke, die staan alleen maar op die bovenste. Maar dat geeft niks, we verplaatsen ook die naar boven. Dat hij in elk geval boven die lijnen terechtkomt. Nou, dan is het handig om hem eerst de puzzelstukjes te laten snijden. Dat is dus de gele. Is dat handig? Ja, dat is handig. Dan hebben we die blauwe lijn, dat is overigens geen snijlijn, dat is een tekenlijn, dus die moet naar boven die groene komen. Want dat is degene die dat blauwe vierkantje op de onderste plaat rondom de afbeelding gaat maken. Dan krijgen we dus de snijlijn van het puzzelstuk en dan de snijlijn van het omveld eromheen. Dus even proberen helder te maken wat er nu gebeurt. Als we dit zouden doen in één keer... Dan maakt hij eigenlijk de bovenste plaat. Dit is eigenlijk de bovenste plaat die we hier zien. He, dus alles wat hier staat. Die twee T-lijnen die worden niet gelaserd. Ja. Dus hij gaat dan beginnen met de afbeelding van Lucky Luke. Daar begint hij mee. Hartstikke mooi. Tweede is de lijn rondom Lucky Luke. Zodat die onderin te zien is. In de bovenste plaat hoeft dit dus niet. Dus in de bovenste plaat zetten we die straks uit. Dan krijgen we bij de bovenplaat Lucky Luke zelf. He, dus dat is die naam van Lucky Luke die dan gelezen wordt. Daar, dan gaan we snijden. En dat snijden bestaat dus uit het snijden van de puzzelstukjes. En het snijden van de buitenrand. Nou gaat die interessant worden. Als je dit nu in je computer laat. Waarmee je ook verbonden bent met je laser. Dan ga je... Denk ik, tenminste dat is altijd mijn insteek, ik begin altijd met de onderste plaat. Ja? Wat heb ik op de onderste plaat nodig? Dat is om te beginnen die uitgesneden rand hier. Dus deze hier, die blijft aanstaan. Deze tekst van Lucky Luke, die hoeft er niet op te staan, want ik doe die rand straks eroverheen plakken. Zodat ik die kuil als het ware krijg. Dus die hoeft alleen maar op de bovenste te staan, zeg maar. Daar wil je Lucky Luke lezen. Als deze rand waar ik nu met mijn muis doorheen ga, straks op dit onderste plaat geplakt wordt, is dit niet meer zichtbaar. Dus die zet ik uit. Ik zet Lucky Luke uit. Output uit. Ja? In de onderste plaat wil ik ook de puzzelstukjes niet hebben, want dat is de bovenste plaat. De onderste plaat moet alleen maar de afbeelding tonen.
met een vierkantje eromheen en uitgesneden worden. Dus ik ga ook niet de puzzel snijden in de onderste plaat. Die gaat ook uit. Wat resteert zijn drie handelingen. De eerste twee, die hulpmiddelen, die doen verder niks. Maar de handelingen zijn deze. Om te beginnen. De afbeelding. Ja, daar begint hij mee. Vervolgens de lijn om de afbeelding heen. Dat is die blauwe lijn. Je ziet hem maar aan één kant, maar hij zit er wel helemaal omheen. En last but not least, we gaan hem uitsnijden. Zo. Dus dan bestaat de onderste plaat van de puzzel alleen uit die drie objecten. En ik zal dus even die andere objecten gewoon uitzetten. Dat ze ook niet getoond worden. Zo. Dan is dit de onderplaat geworden, zeg maar. Ik zal ook die T-lijn even uitzetten. Zie je die ook niet. Zo. Zo ziet de onderplaat er dan dus uit. En dat doen we dus door de afbeelding, dan de lijn eromheen, en dan de lijn. En de lijn eromheen wordt dus niet gesneden. Dat is alleen maar een laserlijn die je dus ziet. Maar de laatste, de zwarte, wordt wel gesneden. En die is van belang. Dat is de onderste plaat. Als we naar de bovenste plaat gaan doen, ik ga alles weer aanzetten. Dan gaan we het namelijk omdraaien. Bij de bovenste plaat moet in feite alles gebeuren op één ding na. Ik zet weer even die hulplijnen uit. Dat doe ik expres even om het zichtbaar te maken. Op die bovenlijn moet ik die afbeelding hebben. Ja? En dat moet wel al gelezen worden voordat die puzzel eruit gesneden wordt. Dat is wel even heel belangrijk. Ja? Tweede wat we gaan doen, we willen graag die naam van Lucky Luke erop hebben. Ja, dat is ook goed, die willen we hebben, dus dat is geen probleem, die houden we daar. Vervolgens, en ik zie dat ik nog, nee, ik ben niks vergeten trouwens, het gaat goed. De volgende is dat ik die puzzel wil snijden. Daarmee wordt dit hele vlak uitgesneden in kleine stukjes, maar wel met de gravure er al op, zeg maar. En wat overblijft is dan dus die buitenrand. En dat is dan ook de laatste stap. Dat is dat we dat hout netjes gaan maken door deze rand eromheen te laseren. Nou, vervolgens, wat je dan hebt, dus je hebt dus die plaat die we net gezien hebben, die onderplaat. Je hebt deze buitenrand waar nu mijn muis doorheen gaat, waar nu Lucky Luke opgelezerd is. En die plak je netjes op de onderste plaat. En dan kun je vervolgens de puzzelstukjes die we hier zien, die kun je gaan leggen op in het midden, in die open ruimte. En dat is wat je bij mij zag met die puzzel met Woezel en Pip. En zo zie je hoe je dus in feite die hele puzzel in elkaar kunt zetten. Ik zou zelfs nog ernstig overwegen in dit geval simpelweg die T2-lijn nu te verwijderen. Want eigenlijk is nu alles waterpas. Dus als ik nu die T2-lijn verwijder met het prullenbakje wat ernaast staat, gebeurt er niks bijzonders eigenlijk. Hij zegt, weet u zeker dat hij dit eindigt met bijbehorende objecten? Ik ga het even proberen, want volgens mij gebeurt er namelijk niks. Ja, precies. De afbeelding blijft nog zoals die is. Anders hadden we het ongedaan kunnen maken met pijltje linksom, hierboven. Maar de afbeelding is zoals die is en hij blijft zoals die is. Nou, wat ons nu rest is om op te slaan. En dat ga ik gelijk even doen. Opslaan als. Ik ga deze ook opslaan, Lucky Luke. Die noem ik even puzzel. Ik heb hem zelf ook nog een keer maken. 25 stukken. Dat, lieve mensen, is de manier waarop jij Lightburn kunt gebruiken. Ik heb bewust een vrij moeilijk object genomen met heel veel verschillende acties. Zodat je een beetje daarin moet gaan denken. En je zag al bij mij ook dat ik af en toe ook even moet nadenken van wat is wijsheid in dit geval. En wat moet dan eerst, wat moet dan tweets en dat soort dingen meer. Maar daarmee zie je wel de enorme potentie van dat programma Lightburn. Ik wil jullie danken voor het volgen van deze training Lightburn voor beginners. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te volgen. En ja, wie weet, tot een volgende video. Ik kan je alvast vertellen wat de volgende video's gaan zijn trouwens. Dat is wel leuk. Volgende is eigenlijk het volgende project wat we gaan doen. Het is ook een heel leuk project. Daar zie ik echt naar uit. Alleen ik heb er nog wat dingen voor nodig en dat moet ik even regelen. Ik heb dienbladen besteld. Die heb ik binnen. Ik gebruik witte tegels. Ik ga die dienbladen uiteindelijk witte tegels daarin leggen. Net zoals dat je tegels op je muur plakt. Gewoon met tegellijm en met voegenvuller. Maar voordat ik dat doe, ga ik die tegels laseren. Ik ga daar een afbeelding van Oud Arnhem op laseren. Op 6 tegels. Ik heb een tegelsnijder gekocht om zeg maar de randen ook keurig met tegels te voorzien. En dat wordt het project
tegels in dienbladen. En dat is mijn volgende wat ik wil gaan doen. En de volgende, echt leerzame, dat is ook een interessante, dat gaat over kerf. Ik ga er nog geen tip van de sluier over oplichten. Maar mocht je het willen weten, zoek het maar eens na. Kerf, bijzonder begrip. Niet altijd nodig, maar ja, kan toch behulpzaam zijn. Dankjewel, tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Dag.